Nou, welkom bij de laatste vlog van Veeteelt Gras. We staan op dit moment in de melkveestal. Zoals je kan zien voeren we naast vers gras ook kuilvoer en mais bij. Wat je nou ziet is dat we toch een aardig aandeel mais nodig hebben om het hoge ruw eiwitgehalte van het vers gras te compenseren. Ik schat dat het vers gras op het moment ongeveer aan de 250 gram ruw eiwit zit. Met een 8 kilo droge stof mais kom je dan gemiddeld aan een 160 ruw eiwit uit. Het kuilgras zit ook ongeveer rond die koers. Dus dan zit het qua ruwvoer zit al aardig goed in balans. Ja, dat kun je ook wel zien aan de gehaltes in de melk. Want we zitten nu toch dik aan 380 eiwit in de tank. Ja, dus voor ons is dat vrij uitzonderlijk. Ik zeg niet dat de liters heel erg een overmaat aan kilogram melk hebben. Maar ja, het gaat uiteindelijk om de kilogram vet en eiwit totaal. Dat zit gewoon op een mooi niveau. Voor de rest ben ik eigenlijk wel tevreden over hoe het nou loopt. Het enige is dat we toch vrij vroeg aan de verse mais hebben moeten beginnen. Waardoor we toch wat te veel pit terugvonden in de mest. Een van de doelen was om die ruwvoervoorraad toch flink aan te vullen. Qua mais is dat dit jaar wel gelukt, dus dat probleem dat zullen we volgend jaar wat minder hebben. Qua graskuil iets minder, want ja goed, gras kan gewoon slecht tegen de droogte. En dit jaar hebben we toch gewoon een heel vervelend jaar gehad, zeker in deze hoek van het land. Maar goed, het compenseert het gras wat er nu groeit, compenseert wel een stukje daarvan. En dat is mooi meegenomen. De pinken en de droge koeien die lopen hier samen in één groep buiten. Ik heb eigenlijk dit jaar voor gekozen om de jongere dieren die ook geïnsemineerd moeten worden, samen met de far-off groep buiten te laten lopen. In het verleden hebben we toch nog eens een keer last van gehad dat er te veel pinken op een gegeven moment uitbraken. En door ze samen met de droge koeien te weiden zijn ze gewoon veel rustiger. En komen ze s'nachts ook binnen en worden ze bijgevoerd. Dat bevalt me eigenlijk hartstikke goed. En je ziet eigenlijk ook dat die drachtigheidsresultaten bij de pinken dit jaar heel erg goed zijn. Ondanks dat ze ook buiten lopen. Of misschien wel dankzij. Dat vind ik eigenlijk wel een mooie uitvinding van dit jaar. Een van de grasdoelen dit jaar was ook om het nieuwe Nederlandse weide onder de knie te krijgen. In het voorjaar ging dat echt super mooi, daar was ik echt heel erg content over. Op een gegeven moment werd het zeg maar droog en liet de grasgroei liet het gewoon afweten. Het werd gewoon moeilijk om rond te komen en zeker met de hete dagen viel dat allemaal niet mee. Achteraf gezien hadden we in het najaar eigenlijk ook wel weer heel mooi kunnen beweiden. Het lastige is dat je dat nooit eigenlijk van tevoren weet. En nu benutten we het vers gras ook gewoon goed door het stalvoeren. En hebben we wel gewoon de doelstelling van 120 dagen weidegang 6 uur zeg maar, gehaald. Alleen achteraf gezien hadden we uit het weiden nog wel iets meer uit kunnen halen, denk ik. We staan hier bij een perceel gras wat we opnieuw ingezaaid hebben. Naast dat we er gras ingezaaid hebben, hebben we er ook klaver ingezaaid. In mijn vlog van begin september hebben we het hierover gehad. Nou ja, die klaver toepassen, daar zijn we eigenlijk hartstikke tevreden over. Meer eiwit van eigen land. Dat past ook in het Planet Proof keurmerk waar wij de melk aan leveren. Maar natuurlijk is het gewoon voor je eigen portemonnee ook hartstikke interessant. Ja, want het is gewoon minder soja aanvoeren en minder kunstmest aanvoeren. Dat betekent gewoon aan de ene kant meer opbrengst, aan de andere kant minder kosten. Dus dat is altijd interessant. Waar ik het dit jaar ook over gehad heb, dat ging over de veevoermaatregel van minister Schouten. Nou is die er uiteindelijk gelukkig niet gekomen. De gedachte van kringlooplandbouw, die nemen wij ons wel ter harte. En daar past klaver ook hartstikke goed in. Het grote voordeel van stalvoeren, dat blijkt dit jaar ook maar weer eens, is dat je dat herfstgras optimaal kan benutten. Als je het gaat inkuilen, dan verandert de verhouding van DVE en OEB. En op dit moment is die verhouding eigenlijk veel gunstiger om daar melk van te maken voor een koe. Dat betekent dus ook dat je het eiwit uit het gras beter benut en dus een hogere stikstofefficiëntie hebt. En dat was een van mijn doelen dit jaar ook, om dat op een nog hoger niveau te krijgen. Wat je wel zag, is door de loop van het jaar dat in het begin van het seizoen met hele hoge suikergehalte in het gras,
was het toch nog iets makkelijker om een hoger of ja, een lager niveau van eiwit aan te houden als op dit moment van het jaar. En zeker wat ik straks ook al in de stal benoemde, is dat als die pitten nog van de mais nog niet helemaal optimaal verteren, heb je daar ook een stukje verlies natuurlijk. Maar over het algemeen hebben we qua stikstofefficiëntie dit jaar aardig goed gedraaid. Bedankt voor het kijken naar mijn vlogs van dit jaar. Ik hoop dat jullie daar met plezier naar gekeken hebben. Ik heb het in ieder geval wel met plezier gedaan. Tot ziens!